Beste supporters, ik wil jullie graag iets vertellen. Het is helaas niet zo'n hele leuke mededeling. Maar ik heb een hele moeilijke beslissing genomen. En ja, dat is dat ik vanaf volgend seizoen geen deel meer uit zal maken van de technische staf. Ja, zoals gezegd, dat was heel erg lastig. Het ligt ook niet aan de club of aan de supporters of aan de spelersgroepen, of aan de mensen met wie ik werk. Dat heb ik al die jaren met plezier gedaan. Ik kom elke dag met plezier. Dus dat wat ik doe, dat vind ik hartstikke leuk. Dat is absoluut niet de reden dat ik hier wegga. De prestaties op dit moment is ook niet de reden dat ik wegga. Al hadden we vijfde gestaan, dat zou mijn gevoel niet veranderen. Maar ik wil meer tijd gaan vrijmaken voor mijn familie. Dat is een gevoel dat zit er al een tijdje. En een paar kleine voorbeeldjes. Ik zie bijvoorbeeld mijn kinderen nooit voetballen op zaterdagmorgen. Ze zijn een aantal jaren alleen op vakantie geweest zonder mij. Ja, dat zijn dingetjes die beginnen steeds met te knagen en daar heb ik het steeds moeilijker mee. En voor mij is het nu de tijd om te kiezen voor mijn familie, om vaker thuis te zijn. Zeker op de momenten dat de kindjes thuis zijn. Ik ben natuurlijk wel een jongen uit de regio die de club heel goed kent. De club kent mij. Dus we zijn kijken of ik misschien op een andere manier wel nog verbonden kan blijven aan de club. Maar daar zullen we de komende weken, maanden, zullen we daar even over gaan samenzitten. Hoe we dat gaan invullen. Maar dat zal in ieder geval niet meer bij de technische staf zijn. En bij deze wil ik jullie natuurlijk ook allemaal hartelijk danken voor alle steun die ik in alle jaren hier gehad heb. Niet alleen in deze periode, maar ook in mijn periodes hiervoor als speler. En een gedeelte bij de maatschappelijke tak waar ik gezeten heb. Dus daarvoor wil ik jullie allemaal bedanken. En we zullen elkaar zeker nog zien komend seizoen. Want ik zal zeker de wedstrijden blijven volgen. Dank jullie wel.